Hoi allemaal, goedemorgen. Ik ga met jullie kijken naar een spellingsles voor vandaag. Het is niet een spellingsles die je in je boek gaat maken. We gaan vandaag wat herhalen. We gaan oefenen met woorden met een stomme e. Ik leg daar dadelijk wat van uit en we gaan samen wat woordjes ermee oefenen. En daarna kunnen jullie op de computer maken wat er in de weekplanning staat van vandaag. Woorden met een stomme e. Hoor je een, of e aan het eind van het woord, dan schrijf je n, r, l, m of e. Je hoort e, maar je schrijft e. Die letter e heet stomme e. Ik ga wat voorbeeldwoorden geven. Je hoort slapen, je hoort e. Je schrijft slapen met e. Ik hoor e, ik schrijf e. Je hoort langer. Ik hoor e, je schrijft langer met e. Je hoort spiegel. Je schrijft spiegel met e. Soms klinkt een stomme e als een o, net als in dit woordje spiegel. Staat er aan het eind van een woord een e, dan is dit altijd een stomme e. Einde. Ik hoor e, ik schrijf e. Als je dit stukje nog een keer terug wil horen, dan kan dat, dan spoel je even terug. Als je denkt, nou, dit stukje, dat snap ik, dan gaan we door met het oefenen van een aantal woorden. We gaan oefenen met woorden met een stomme e. Jullie schrijven de woorden op het whizbordje. Zorg dat je dit even pakt en zorg dat je ook je staalboekje hebt. Pak de bladzijde met de categorieën voor je op het staalboekje. Moet je de spullen even pakken, dan zet je het filmpje even op pauze. Ik ga een woord noemen en dat woord schrijven jullie op. Jullie denken aan wat we net hebben geoefend, woorden met een stomme e. Maar je denkt ook nog aan de categorieën van het woord. Want de meeste woorden hebben ook nog een andere categorie. Bijvoorbeeld hakwoord of zingwoord of plankwoord of ai oi oei woord. En kijk dus op je staalboekje welke categorie erbij hoort. Als je het woordje opschrijft, denk je aan de categorie en aan de regel. En je houdt rekening met woorden met een stomme e. Ik noem het woordje 2 keer. Dan zet je het filmpje even op pauze en dan schrijf je het woordje op. Daarna ga je weer verder met het luisteren naar het filmpje. En dan noem ik een nieuw woordje. We gaan 10 woordjes samen schrijven. En daarna gaan we het nakijken. Veel succes! Sneeuwen. Schrijf op. Sneeuwen. De emmer. Schrijf op. De emmer. Blauwe. Schrijf op. Blauwe. Wij sproeien. Schrijf op. Wij sproeien. Nieuwe. Schrijf op. Nieuwe. Wij wachten. Schrijf op. Wij wachten. De winkel. Schrijf op. De winkel. De kooien. Schrijf op. De kooien. De zanger. Schrijf op. De zanger. Ik hinkel. Schrijf op. Ik hinkel. Als je het nog een keer terug wil horen, dan spoel je even terug. Ben je klaar met het schrijven van alle woordjes? Dan kun je nu met mij verder kijken naar hoe je de woordjes schrijft. Gaan we ze nakijken. Sneeuwen. Dit is een ai, oi, oei woord. Ik denk aan de e. En achteraan hoor ik sneeuwen. Ik hoor e. Ik schrijf e. Dat is de stomme e. De emmer. E, mor. Eerste klankgroep is e. Laatste klank is een e. Dat is een korte klank. Na een korte klank schrijf ik de m 2 keer. En achteraan hoor ik e, maar ik schrijf e. Blauwe.
Ik hoor e. Ik schrijf e. Wij sproeien. Dit is een ai, oi, oei woord. Ik hoor i. Ik schrijf e. Sproeien. Ik hoor een e, maar ik schrijf een e. Nieuwen is een eeuw, ieuw woord. Ik denk aan de e. Achteraan hoor ik nieuwe. Ik hoor e, maar ik schrijf een e. Wij wachten. Dat is een luchtwoord. Korte klank, plus de gt, met de g van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt. En achteraan wachten. Ik hoor e, ik schrijf e. De winkel. Dat is een plankwoord. Daar mag geen g tussen. Ik hoor ul, ik schrijf e. De kooien, een ai, oi, oei woord. Ik hoor j, ik schrijf een e. Achteraan hoor ik een, ik schrijf een e. De zanger is een zingwoord, net als bij ding dong. Ik hoor er, ik schrijf e. Ik hinkel, een plankwoord, daar mag geen g tussen. Ik hoor ul, ul, ik schrijf een e. Als je een woordje fout hebt, dan verbeter je hem even. Je kunt het even op pauze zetten, dus zodat je nog even goed kan kijken. Dus foute woorden verbeter je even. En als je dat hebt gedaan en verder was alles goed, dan ben je klaar met deze les. En dan kijk je op de planning voor vandaag, wat je mag gaan doen op de computer. Er is geen verplichte opdracht in het werkboek vandaag. Maar we gaan werken op basissportspelling. Staal gaan we doen. En je kunt een oefening van spelling doen op Junior Einstein. Er staan er een paar klaar. Ik wens jullie veel succes en een fijne dag. Tot een volgende keer.